Dus wie weet word jij wel robotbouwer later. Ja, misschien wel. Aan de haven van Scheveningen is woensdagochtend de hotspot Techniek aan Zee van het Marels College geopend door burgemeester Jan van Zanen. In de voormalige kantine van de visafslag gaan technieklessen plaatsvinden. Dit is eigenlijk een technische hotspot en daarin geven we lessen over allerlei nieuwe technieken die vooral samenhangen met de zee, de haven, de maritieme techniek. En daar proberen we dus zoveel mogelijk leerlingen te verwonderen voor techniek, technische beroepen. We willen op die manier zoveel mogelijk leerlingen eigenlijk toeleiden naar een technische vervolgopleiding. Wat ben je precies aan het maken? Een windmolen. Okay, met wat voor materiaal moet je dat doen? Ja, met een soort van plastic. Lijkt het wel. Een beetje Lego. En is het leuk? Ik vind het best leuk. Ik ben ook best wel veel in de techniek, dus voor mij is het best wel een leuke ervaring om dit mee te maken. Wat ben jij precies aan het doen? Ik ben een regenboog aan het maken met een 3D-pen. Een 3D-pen? Ja. Had je daar ooit al eens van gehoord? Nee. Dus dat is echt nieuw voor je? Ja. En concreet, wat kunnen de leerlingen hier dan leren? Nou, ze leren bijvoorbeeld hoe windenergie werkt, hoe je een schip bouwt dat blijft drijven. Ze krijgen les in dronevliegen, robottechnologie. Ze hebben les met allerlei nieuwe vormen van ICT. En ze moeten ook heel veel dingen maken met hun handen, want dat vinden we ook belangrijk. De burgemeester was er natuurlijk niet zomaar. Hij is erg blij met de extra technieklessen op het Marels College. Kinderen die op school actief zijn in een technisch beroep, zich daarop voorbereiden, zijn heel belangrijk voor de toekomst. En ik hoop dat de liefde voor het ambacht wordt overgebracht op het Marels College. En ik denk dat deze hotspot daar heel goed voor is. Je bent erg handig, zie ik. Ja. Heb je deze zelf gebouwd? Nee, dit is een programma, maar ik ben hem nog aan het programmeren. Hij kan ook dansjes doen. Ja, dus wie weet word jij wel robotbouwer later? Ja, misschien wel. Voor welke leerlingen, voor welke leeftijden is dit? We doen het voor al onze leerlingen die in de tweede klas zitten. Dus alle tweede klassers gaan in het schooljaar een aantal keren hier naartoe om een expeditie te doen. En dat is voor leerlingen van VMBO basis tot en met onze VWO-leerlingen. Want we vinden dat voor iedereen belangrijk is om kennis te maken met techniek.